Bloed is een veelzijdige vloeistof. De belangrijkste functie is het vervoeren van zuurstof naar alle delen van het lichaam. Maar het transporteert bijvoorbeeld ook voedingsstoffen en afweerstoffen. Verder verwijdert bloed de afvalstoffen uit ons lichaam. Bloed bestaat uit plasma en bloedcellen. Rode bloedcellen zijn verantwoordelijk voor het zuurstofvervoer. Witte bloedcellen hebben een centrale rol in het afweersysteem. En bloedplaatjes zorgen voor de bloedstolling. Als het bloed is afgenomen, scheiden de sanguinebloedbanken het bloed in de verschillende componenten. Dat gebeurt binnen 24 uur. Het bloed gaat in de centrifuge en er ontstaan drie lagen met bloedcomponenten. Bovenin zit het plasma, dan een dunne tussenlaag, de zogenaamde buffy coat met bloedplaatjes en witte bloedcellen. En onder in de afnamezak zitten de rode bloedcellen. Een scheidingsapparaat perst de rode bloedcellen in de ene zak. En het plasma komt terecht in een andere zak. Wat overblijft is de buffy coat, waaruit de bloedplaatjes worden geïsoleerd. Uit de zakken met bloedplaatjes en rode bloedcellen worden de eventueel nog aanwezige witte bloedcellen verwijderd. Dat gebeurt via deze filters. Witte bloedcellen dienen namelijk geen therapeutisch doel. Sterker nog, ze kunnen zelfs voor complicaties zorgen. De rode bloedcellen en bloedplaatjes zijn beperkt houdbaar. De bloedbank vervoert ze naar ziekenhuizen waar ze worden gebruikt voor transfusiedoeleinden. Het plasma wordt ingevroren. Sanguin verwerkt 3/4 van het plasma tot geneesmiddelen. Ongeveer 1/4 van het plasma is bestemd voor directe transfusie bij groot bloedverlies. Het grootste gedeelte van het plasma gaat naar de high-tech fabriek van Sanguin. In de fabriek worden uit het plasma diverse geneesmiddelen gemaakt, zoals bijvoorbeeld de noodzakelijke stollingsfactoren voor hemofiliepatiënten. Maar ook immunoglobuline, albumine en proteaseremmers. Het bereidingsproces bestaat uit nauwkeurig gecontroleerde stappen. Plasmaproducten worden, net als andere medicijnen, geregistreerd. Ze worden volgens vaste protocollen verpakt en vervoerd naar ziekenhuizen en apotheken. De verschillende producten die uit donorbloed gemaakt worden, worden gebruikt voor de behandeling van diverse ziektes. Zo hebben de broers Waas een immuundeficiëntie, waarvoor behandeling met immuunglobuline noodzakelijk is. De broertjes Waas krijgen hun medicijn thuis via een infuus toegediend. Dankzij de medicijnen van Sanguin kunnen ze een nagenoeg normaal leven leiden.